Het is zaterdag en vanavond vieren wij Sinterklaas bij Joren thuis. En dat heb ik vorige keer voor het eerst gedaan en dat is heel leuk, want wat wij doen is je moet per koppel cadeautjes voor iedereen kopen. Wat betekent dat je heel veel cadeautjes krijgt. En ik heb gisteren 1 gedicht geschreven en nee, 1,5. En dan moet ik er nu nog 1,5. En cadeautjes inpakken. Ja, dan ben ik alweer klaar. Dus dat gaan we doen. Maar we gaan ook eten. Ik ben nog best lang bezig geweest met gedicht voor Joren maken. Want ik had opeens een idee om een heel leuk gedicht te maken. Dat een beetje moest raden met wat voor taal ze hem cadeautje te maken had. Maar dit is het allemaal. Hier, dit is voor Joren, Alexander, Carina, Svenja, Martin en Elmar samen. Dat is dus de familie van Joren. We moeten alleen nog 1 dingetje voor zusje van Joren, Jonna, moet ik halen. Dat ga ik nu doen. Nou, zo. Ik ga eerst mijn pip lopen. Want zij wilde een verjaardagskalender en ik wilde graag... Ik had zelf een hele leuke verjaardagskalender gezien met Samoyede erop. Dat is een hondenras. En dat, ik wil heel graag een Samoyed erbij. Maar dat mag niet van Joren. Maar er was toevallig ook hondenkalenders, verjaardagskalenders met beagles erop. En de ouders van Joren hebben een beagle. Dus dat leek me wel leuk om aan Jonna te geven. Want Jonna dus ook heel veel geeft met beagles. Dus dan moet ik naar Sassenheim, naar die dierenwinkel waar ik altijd voor Joren eten haal. Voor Pip eten haal. Dus dat ga ik zo doen. Maar ik ga eerst even kijken wat de kerstactiviteit voor vandaag is. Gelukkig is het een korte als het goed is, want ik heb niet zoveel tijd. Dus dan gaan we even kijken. Nou, dat is deze van vandaag. Flop. Spannend. Oké, jullie mogen meelezen. Storytime! Zeg alsjeblieft. Het leuk... Oh. Het leukste... Jullie kunnen niet lezen. Stel scherp. Leukst gekregen cadeau. Dat is het leukste kerstcadeau dat ik ooit heb gekregen. Dat ga ik jullie zeker vertellen. Ja, dan moet ik vanavond wel even de tijd nemen om even te gaan zitten en rustig met jullie te praten. Maar die tijd ga ik gewoon nemen. Maar ik ga nu eerst even snel met Pip lopen. We gaan kort lopen, Pip. Is dat goed? Volgens mij vindt hij het wel goed. Okidoki, ik ga snel naar Sassenheim. Woo! Kalender met een leuke beagle erop. En ik heb ook nog wat lange sokken gehaald. Want die had ze ook gevraagd. Zeg maar simpele en leuke. Want ik wist niet wat ze wilde. Dus dan maar allebei. En ik heb net lekker gedoucht. Ik ga het even snel inpakken. En dan de kerstactiviteit van vandaag doen. En dan Pip uitlaten. We gaan! Sinterklaas! Sinterklaas! Oké. Nou, dat dus. Oké. Storytime. Storytime van vandaag is het leukste kerstcadeau dat ik ooit heb gekregen. En ik ga eerst een beetje vertellen hoe het zo is gekomen dat wij, mijn gezin zeg maar, aan kerstcadeautjes doen. Wij vieren namelijk altijd, sinds zolang ik me kan herinneren, Sinterklaas met mijn moeders kant van de familie. Dus met alle ooms en tantes en nichten. En oma. En ja, nee, oma. Want dat is al heel lang geen opa meer. En mijn vaders kant van de familie is heel klein, want mijn vader is enigskind. Dus daar was eigenlijk alleen een opa en een oma.
En ja, Sinterklaas deden we eigenlijk altijd bij mijn moeders kant van de familie. En we hebben het ook wel eens met mijn vaders kant van de familie gedaan. Maar het was toch altijd het grootste feest, was altijd bij mijn moeders kant van de familie. En ja, ik denk, mijn oma vond het gewoon mijn oma van mijn vaders kant. Sorry, oma Sloos, laten we haar even noemen, want zo noemen we haar. Oma Sloos vond het gewoon altijd heel erg leuk om cadeautjes aan ons te geven. En met Sinterklaas was het dus meer, dat deden we meestal niet, vierden we niet echt met haar. En ja, naar mijn idee begon, was het een beetje dat zij dan maar met kerst cadeautjes gaf. Maar misschien is het helemaal niet zo gegaan, maar zo is het in mijn hoofd gegaan. En ja, zij gaf dus altijd met kerst cadeautjes aan ons. En kerst was sowieso heel erg verbonden met oma Sloos, omdat zij de dag voor kerst, dus 24 december, was zij altijd jarig. En toen mijn opa was overleden, toen ging ze eigenlijk, vanaf toen ging ze elk jaar, kwam ze op de verjaardag bij ons. En dan bleef ze volgens mij 3 nachten slapen, dat ze met de verjaardag bij ons was. En dan kreeg zij cadeautjes, en dan met kerst was ze bij ons, en dan kreeg wij cadeautjes. En s'avonds kwam nog de andere oma aan. De zus van mijn oma en toen gingen we met z'n allen eten en dat was altijd gewoon heel erg leuk. En in 2010 is mijn oma overleden en toen hadden mijn zus en ik zoiets van ja, laten we dan elkaar gewoon cadeautjes geven om een beetje de traditie van mijn oma levend te houden, dat ze toch iets met kerst krijgen, ook al is zij er niet meer. En zo is dat eigenlijk gekomen dat we dat elk jaar doen. En het leukste kerstcadeau dat ik ooit heb gekregen is iets wat ik van mijn oma heb gekregen. Ik zal het even laten zien. Dat is dit gouden armbandje. Jullie kunnen het nu niet zo heel goed zien, maar ik kan het wel een keer van dichterbij. Volgens mij heb ik het trouwens, ik heb het al een keer in een vlog laten zien. Klik maar even op de link. Ja, het is dit armbandje. En mijn opa die had blijkbaar een gouden horloge of zo. En van dat gouden horloge zijn 2 gouden armbandjes gemaakt. 1 voor mij en 1 voor mijn zus. En volgens mij was ik 13 of 14 of zo toen mijn oma het met kerst aan ons gaf. En mijn opa was volgens mij heel erg ziek toen. En dat was dus een beetje, voor haar is het heel belangrijk, want opa zou bijna doodgaan. En dan hadden wij toch nog iets van hem. Maar wij waren best wel jong en we snapten niet zo heel erg goed dat het emotionele waarde had. En mijn oma had ook niet een goed ingeleid, maar meer van, oh kijk, hier, een cadeau. Dus dit is trouwens hoe ik het maar herinner hoor. Maar dus ja, wij snapten niet meteen dat het gewoon heel bijzonder was eigenlijk. En dat heeft mijn moeder volgens mij later echt een beetje aan ons uitgelegd. Van hey, jongens, oma die vond dat wel allemaal heel bijzonder. Want het was van opa geweest en heeft helemaal voor jullie laten maken. En nu is het van jullie. En vanaf toen is het eigenlijk voor mij een heel belangrijk armbandje geweest. En voor mij is die, ook al was het eigenlijk meer als cadeautje van hey, dit was opa's gouden horloge, is het voor mij altijd meer verbonden geweest met mijn oma. Komt ook wel omdat ik altijd een betere band heb gehad met mijn oma. Mijn opa had namelijk Alzheimer, wat betekent dat hij een beetje gek deed en elke 5 minuten dezelfde vraag stelde en aan het einde ook niet meer zo goed wist wie ik was. En ik kan me hem eigenlijk niet meer herinneren dat hij niet ziek was. En mijn oma is overleden toen ik 18 was. Dus daar heb ik gewoon heel veel meer herinneringen aan en heel veel leuke. En ik vond gewoon altijd zo leuk als oma met kerst kwam en dan bleef ze logeren. En ja, ik vond dat echt heel bijzonder. En ik mis haar altijd nog heel erg. En vooral dus met kerst, omdat kerst is altijd zo'n tijd die zo met haar verbonden was. En ook de dag voor kerst, haar verjaardag, denk ik altijd wat extra aan haar. En ik draag het armbandje ook altijd op haar verjaardag en met kerst. Omdat ik, ja, dat vind ik gewoon fijn om iets te hebben van haar. Ook al was het dus eigenlijk oorspronkelijk voor mijn opa, voor mij is het meer van haar geworden. En vind ik het fijn om dat te dragen met kerst en op haar verjaardag. Maar ja, het is eigenlijk echt een van mijn dierbaarste bezitten. Eigenlijk een van mijn dierbaarste bezitten. Ja. Dus het armbandje is het leukste kerstcadeau, het mooiste kerstcadeau en het fijnste kerstcadeau dat ik ooit heb gekregen. Ik praat altijd te snel. / ik drink te langzaam, want dan ben ik klaar met storytime en ik heb nog geen slok tegenomen omdat hij nog steeds te heet is. Het is wel een goede thee. Tijd om te gaan! Yay, ik ben in Zoetermeer.
Joran die moest nog werken in Utrecht, dus hij kwam vanuit Utrecht. En als het goed is, is hij er nu ook net, of bijna, of zo. Hey Hottie. Hi. Naar beneden. Breek daarbij zowaar je beentje. Ondergaat een flinke operatie heel gedwee. Daarna nog een poos revalideren. En in een bench, dat viel heus niet mee. Eerste woord. Vliegen. Vlieg. Vlieg. Goed zo. Vlieg met me mee. Oh nee. Dit Oké, dit gaat Jeroen wel aan. Oké. Ja, ik film al, dus ja. Breekwoord of gezegd? Oké. Okay. Nog hier. Oh ja, wacht even. Ja, dat is moeilijk. 9 woorden. Ja. Heb je snel een derde woord? Kalf, geboren worden, ja? kalf. Het kalf naar de... verdronken is, net met de put. Juist. Dat is het goede woordpak, hoef je de rest niet meer uit te kijken. Als een kalf... Juist. Verdronken is, net met de put. Ik loop hier. Toneelstuk, je moet nog naar beneden, ja. En een boek. Shakespeare, sorry. 4 woorden. Eerste woord. Schrijven. Schrijf. Noteren. Brief. Brief aan je moeder. Mooi. Ja, dat is... Is dat een heel stuk? Nee, dat is niet. Oh. Aan je moeders. Brief aan je vader. Brief aan je zus. Brief aan je... Oké. Derde woord. Ik. Brief aan je mij. Wat? Brief aan mijzelf? Brief aan... Jou? Van mij. Mijn brief aan jou. De brief mijn... uit Londen. Van mij dan. De brief aan mij. Vierde woord. Twee lettergrepen. Eerste lettergreep. Oor. Koud. Keel. Fris. Tocht. Je hebt een trui aan, hoe kun je Vocht. Koud hebben? Klinkt als tocht. Bocht. Brief aan mij. Krocht. Locht, mocht, nocht, Zocht. Tocht. Dat heb ik al gehad. Tweede lettergreep? Vocht. Eerste lettergreep? Eerste lettergreep klinkt als tocht. Tocht, oké. Kocht. Het hoeft niet een heel woord. Mocht. Kochtbaar. Sorry. Klinkt als tocht. Tweede lettergreep. Ja, doe de tweede maar. Ja. Ochtend. Klinkt als... Ja, klinkt als... Man. Dat klinkt nergens. Ik een woord voorzien... De brief aan mijn dochter. Ja, ja. De brief aan mijn dochter. Oh ja, dat is het. Docht. Ik zocht docht, maar dat kan niemand. Ja, dat is geen woord. Achter de camera. Een toneelstuk. Ongeveer. Ja. 3 woorden. Twee letters. De Lion King. Dat was het wel. Rauw! Lieve Joran,
Joren, Joren, onze Joren. Intelligent, kritisch en wijs. Mentaal gezien lijkt je soms wel 50, maar eerlijk gezegd soms ook 5. Je houdt van spelen, spelen met taal. En dat heb je al een tijdje. Dus hier ga je maar lekker spelen. Welke hoort niet bij dit rijtje? Russisch, Duits en Noors. Est, Tibetaans en Chinees. Vareurs, Mongools en Spaans. Portugees, maar ook Taiwanees. Dan mag je toch een keer raden. Ja. Maar snap je het stuk fruit nou? Nee. Mandarijn. Ja. Oh, mandarijn. Dat is geen mandarijn. Ja, oké, maar er staat Chinees. Ja, okay. Ja, anders rijdt het niet met Taiwanees. Welke taal ruimt er nou op mandarijn? Joren heeft een nieuwe trui voor kerst en voor Sinterklaas. Ik heb eigenlijk zijn trui gekregen. Ik had een trui voor Joren gevraagd. Hij is super mooi. Was Sinterklaas leuk? Ja. Wij hebben wel alles gekregen wat ons hartje begeert, hè? Nee, jij zei behalve net dat de Kelly Clarkson CD. Ja. Ik ga morgen al mijn en Jorens cadeautjes laten zien. We zijn heel blij. Ja. We zijn ook heel moe, 2:30. Ontzettend mooi. En ga snel slapen. Ja. Tot morgen. Tot morgen. Het is nu net alsof je tegen mij reageert. Wat ruimte heeft gekomen. Genomen. Iemand waar jij in denkt, die wil ik niet. Maar het hoeft niet per se seksueel te zijn. Nee, maar jou toen heb ik een lekkere pepernoot genomen. Hopsakee.